Goedenavond, dames en heren. Fijn dat u weer kijkt naar Tussen Kunst en Klei. Mijn naam is Riet Suikerbiet en ook vanavond hebben wij weer enkele bijzondere voorwerpen voor u. Onze deskundigen zullen hun licht daarover laten schijnen en wie weet vinden we ook nog iets waardevols. Onze eerste gast is mevrouw Toos Windhoos. Ja. Hallo mevrouw. Hallo. En wat hebt u meegebracht? Een beeldje. Het staat bij ons in de vitrine en ik dacht, ik wil er eens wat meer over weten. Dan bent u hier aan het juiste adres, mevrouw. Zullen we een deskundige bijhalen? Mevrouw Liedewij Vroeg uit de Klei. Wilt u aanschuiven? Zo, wat hebben we hier? Ja, dat wilden we nu juist van u weten. Tja, wat moet ik zeggen? Mevrouw Windhoos, kunt u misschien vertellen hoe u eraan gekomen bent? Jazeker, ik heb het van mijn man gekregen. Zo'n 10 jaar geleden. Wat dat hè? Ja. En weet u ook hoe uw man eraan kwam? Jazeker, die heeft het van zijn opa gekregen toen hij 7 jaar oud was. Van zijn opa? Ja. Dan moet het wel oud zijn. Ja, zeker, omdat zijn opa het van zijn opa had gekregen. Het is dus oorspronkelijk van uw mans bedovergrootopa geweest. Ja, dat klopt, ja. Fascinerend als je bedenkt hoe lang de geschiedenis van zo'n beeldje dan is, hè? Ja, ja. En weet u misschien hoe uw man bedovergrootopa hier aangekomen is? Hij schijnt het op een antiekmarkt te hebben gekocht. Zo, zo. Ik ben benieuwd naar de bevindingen van onze expert. Ik ook. Ik vind het een lelijk beeldje. Slecht afgewerkt, verkeerde verhoudingen. Ja, maar het is heel oud. Hoe komt u daarbij? Bent u soms de expert? Nee. Dat dacht ik al. Goed, zal ik dan maar verder gaan? Het lijkt mij dat het uit het oosten komt. Het Verre Oosten, wat te verstaan. Ja, de beeldtaal doet mij denken aan de beelden die doorgaans daar vandaan kwamen. Het Verre Oosten! Kunt u misschien iets specifieker zijn? Waar in het Verre Oosten? Tja, waar, ja. Weet je, als ik dan toch een plek zou moeten noemen, dan denk ik Taiwan. Ja, Taiwan. Wacht. Ik zet even mijn bril op. Oh, kijk, hier staat het. Misschien van de Made-dynastie? Kunt u ook een jaartal noemen? 1989. Ja. Dat had ik niet verwacht. Tja, ik heb niks met het beeldje. Ik zou het zo wegkeilen. Maar ja, het gaat natuurlijk om wat voor waarde het voor u heeft. Ja, het had heel veel waarde omdat mijn man vertelde dat het al zo lang in de familie was. Ja, maar dat was dus gelogen. Ja. Ja, dat begin ik weer ook te denken. Bent u ook benieuwd naar de waarde? Nou ja, ik wil het niet verkopen, maar ik ben wel nieuwsgierig. Ik ook. Ik kijk naar onze expert. Tja, weet je, het is maar wat de gekte voor geeft, hè? Oh. Ik bedoel, ja. Ik zelf zit te denken aan zo'n... Oh, kijk nou, hier is het prijsplakkertje nog. €4,99, gekocht bij Blokker. €4,99, mevrouw. Maar ja, dan praten we over de gulden tijd, hè? In euro's komt dat neer op zo'n €2. Ja, dat had ik niet verwacht. Nou, mevrouw Windhoos. Tevreden? Nou ja, ik snap het niet. Mijn man die zei laat... Mannen zijn niet te vertrouwen. Toen we 12,5 jaar getrouwd waren, heb ik het gekregen. Hij zei nog een kostbaar cadeau voor een kostbare vrouw. Misschien bedoelde hij dat u veel geld kostte? Nou ja! Goed. Wij gaan verder. Dank u wel, mevrouw Toos Windhoos. U ook bedankt, mevrouw Vroeg uit Klein. Tuurlijk. Mevrouw Clara Appel. Oh ja. Hallo. Hoi. En wat hebt u meegebracht? Nou, ik heb een oud schilderijtje meegenomen. Zullen we maar gelijk onze deskundige erbij halen? Roderick van Strient of Kooijtgalshoorn, kom erbij. Zo, dat is een interessant schilderij. Oh ja, vind je? Ja, dat kan wel eens een klappertje worden. Is dat zo? Als ik mij niet vergis, is dit een schilderij van de beroemde Hollandse school. Welke? Die van Nijmegen of die van de Hollandse school Noord-Nederland? U bedoelt waarschijnlijk de schilderstroming de Hollandse school? Ja, correct. Die bedoel ik. Ha. En een goede manier om een schilderij te beoordelen is om de achterkant eens te bekijken. En ook die ziet er goed uit. En
Is het ook gesigneerd? Ik heb nog geen signatuur kunnen ontdekken. Ja, dat kan kloppen. Er stond hier wel een handtekening. Ja, waar is die gebleven dan? Nou, ik vond het doek er een beetje vies uitzien. Dus toen heb ik het met de allesreiniger schoongemaakt. Ja, toen haalde ik de verf weg. Ja, ik vond die plek ook wel zo vreemd. Maar weet u nog wat er stond? Ja, van Leeuwerik, Leeuwarden, Lomans. Ik zou het niet weten. Ja, zo zonder signatuur is dit schilderijtje wel ietsje minder waard, ja. Ik durf het bijna niet te vragen, maar kun je iets zeggen over de waarde? De waarde? Ik zou dit prachtige schilderij toch zeker voor 120.000 euro verzekeren. Hoe bent u eraan gekomen als ik vragen mag? Nou ja, toen mijn man en ik gingen scheiden, toen zei die van, joh, neem jij dat schilderij maar mee, dan neem ik die glazen kikker wel. Hey, Henk, toppie, 120.000 euro's. Wacht even, u kreeg dit schilderij en uw man kreeg een glazen kikker? Ja, maar die heeft mijn zoon 2 dagen later al kapot gegooid. Wat gaat u met het schilderijtje doen? Ja, verpatsen, wat dacht je dan? En dan ga ik lekker met mijn nieuwe vriend op vakantie. En dan misschien nog wel een huisje kopen of zo, weet ik veel. Ja, dit was een leuk object om eens nader te bekijken. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Zo, 120.000. Jij ook bedankt. Hey. Hallo. Hallo. En wat hebt u voor ons meegebracht? Ik heb een vaas meegenomen. En hoe komt u aan deze vaas? Ik heb haar gekocht op een markt in China. In China? En hoe kwam u daar zo verzeild? Ik was met mijn moeder op vakantie en we liepen op een kleine markt. Toen zag ik deze vaas en ik was meteen verliefd. Ik heb haar toen gekocht en sindsdien staat ze bij mij op de kast. En bent u eraan gehecht? Oh ja, heel erg. Ik aai haar elke dag. En vaak praat ik ook tegen haar. Ja. En u bent hier nu... Om er wat meer over te weten te komen. Ik wil heel graag weten hoe ze gemaakt wordt en hoe ze heet en waar ze vandaan komt. En de waarde? Ja, dat maakt me niet zoveel uit, maar dat is natuurlijk ook leuk om te weten. Ja. Zullen we een deskundige bijhalen? Ja, mevrouw Susie Wan. Hallo. Hallo. U bent deskundige in potten en vaas uit China? Ja. Inderdaad, of eigenlijk gezegd het hele Verre Oosten, niet alleen China. Oh. Ja, en mag ik even? Wat kunt u vertellen over deze vaas? Dit lijkt mij een Oosterse vaas. Ja, het is ook in het Oosten gekocht. Ja, ik denk zelfs dat het een Chinese vaas is. Oh. Het is ook in China gekocht? Ja. Het is een 13e eeuwse vaas. Ik denk dat het een vaas uit de 13e eeuw is. Oh, en hoe weet u dat zo zeker? Nou, dat kunt u zien aan de manier waarop deze vaas gemaakt is. Hè? Want er was in de 13e eeuw een bepaalde techniek. En na de 13e eeuw is deze techniek in verval geraakt. Ja. Oh, leuk om eens wat meer over te horen. Ja. Nou, het interessante is dit. Hè? Er waren in de 13e eeuw in China 2 grote vaasmakerijen. En de vaas is vernoemd naar de makerij waar ze vandaan komt. Dus je had de Xingvaas. En je had de Wangvaas. Ja. En de Wangvaas die is veel minder zeldzaam, want ze zijn gewoon veel meer Wangvaas. Maar ze zijn dus hoe dan ook zeldzaam. Ja. En zeldzaam betekent ook altijd dat er een aardig prijskaartje aan hangt. Ja, ook dat klopt. Wilt u weten wat de mogelijke waarde is van deze vaas? Nou, ik vind dit al heel leuk om te weten. Die prijs maakt me niet zoveel uit, want ik ga haar toch voor geen goud verkopen. Nee, toch vraag ik het even aan onze deskundige. Wat is de waarde van deze vaas? Ja, dat hangt een beetje af van welke vaas dit is. Ja? Ja. Want zoals ik zei, heb je de Xingvaas, de Wangvaas. En is de Xingvaas zeldzamer dan de Wang. Mm-hmm. Want bij de Xingvaas moet je ongeveer denken aan een waarde van 450.000 euro. Oh! En de Wangvaas? Ja, de Wangvaas, daarvan kan je zeggen dat die om en nabij de 300.000 euro is. Oh! Ja. Jongen, dat is even schrikken. Dat stond al die tijd gewoon bij u op de kast, mevrouw. Inderdaad. Maar is het nu een Xingvaas of een Wangvaas? Ja, dat is altijd een beetje moeilijk te zeggen. Hè? Ja? Ja. Want de 2 fases zijn bijna identiek. Hè? Maar er is 1
groot verschil. Oh, en dat is? Nou, bij de Tsingvaas, daar zit aan de binnenkant zit een merkteken. En de Wangvaas, die heeft het niet. Dus als deze vaas aan de binnenkant een merkteken heeft, dan is die niet 300.000 euro, maar 450.000 euro waard. Ah, dat kan je zo stellen, ja. Maar hoe komen we daarachter? Ja, dat vraag ik me ook af. Nou, dat zal ik u laten zien. Hè? Ja. Mag ik hem? Ja. Kijk, ik leg hem neer zo. Ik doe het een beetje ruimte maken. Mm-hmm. Ik heb een speciale doek meegenomen. Die leg ik over de vaas heen. Ja. Zo. Ja. Kijk. Maar... beetje zo. Ja. En dan heb ik, hè, dan maken we met die speciale techniek, gaan we kijken wat voor vaas dit dan is. Hè? Ja, dus we doen even zo, kijken nog even goed. En dan doen we gewoon even zo. En als jij deze vasthoudt van mij, hè? Kijk, dan gaan we kijken of dat we het merkteken vinden. Aha, en als we een merkteken vinden, dan is het dus een zinkvaas. Ja, inderdaad. Ja, ik zie geen merkteken. Ik ook niet. Dan denk ik dat we moeten aannemen dat het hier om een wangvaas gaat. Ja, inderdaad, dat denk ik wel, ja. Maar die wangvaas is toch ook altijd nog 300.000 euro waard, mevrouw? Ja, hè, maar in deze staat is een wangvaas natuurlijk maar een paar euro waard. Mijn vaas. Ja, jammer. Dit was weer een aflevering van Tussen Kunst en Klein. Fijn dat u gekeken hebt. Volgende week zijn wij er weer. Zelfde zender, zelfde tijd met een nieuwe uitzending. Ik hoop dat u dan ook weer van de partij bent. Mijn naam is Riet Suikerbiet en ik wens u nog een prettige avond. Nou, volgende keer beter.